voorwaarts nam het op die notch. Notch hier in de verdediging. Proberen in de aanval te gaan. Ja, ze probeerden en ze doen het niet goed. Balverlies. En wie komt daar in balbezit? Niemand anders dan Chorano Mawi. En die weet te scoren. Hij opent hier de score voor de ploeg van voorwaarts. 1-0. Voorwaarts dus op 1 en Notch op 0. Hier balverlies op het middenveld bij voorwaarts. En het is een heel mooie actie van Herbert Andersson. Geheel volgens boekje pakt hij de bal en tikt de bal over de voorwaartsdoelman. En dat betekent dan 1-1. En dat was ook de ruststand in deze wedstrijd. Dit is de tweede helft. De kans hier voor Andersson om weer te scoren, maar hij schiet naast het doel. Wat een kans, wat een misser. En zijn medespeler klaagt met hem van hoe kan je dat doen. En dit is een doelpunt van Joel Pengel. Die direct uit een vrije trap weet te scoren. Let je op. Een vrije trap draait over iedereen. En belandt achter de doelman. Voorwaarts wint van Notch met 2-1.